Yo, mensen van Mr. Filmmaster. Bedankt dat jullie komen kijken. Natuurlijk bij mijn nieuwe video. Ben zo blij met jullie. Dat wil je niet weten. Ik heb in de afgelopen anderhalve maand heb ik 52 subs bijgekregen. Hey, ik was zo blij dat er zoveel kwamen. Dat is niet normaal. Ik wil eigenlijk wel dat er nog meer komt, maar ik vind dit sowieso al een stuk goed. Ja, en daar ben ik heel blij om. En ik wil jullie zo hard bedanken. En vergeet niet met dit filmpje een like te geven. Want ik wil zo graag willen meer likes willen geven. Ja, sorry, ik ben een beetje verkouden. Maar een stuk of 10 of zo. Ik ben dan blij met 10. Bij mij gaat het eigenlijk niet zo om likes. Bij mij gaat het meer om de kijkers. Ik vind de kijkers dat jullie dat verdienen. Grappige video's van Mr. Filmmaster. Nou, dat gaat wel lukken denk ik. Want ik ben in spoor sowieso niet. Nou, ik heb hier een challenge. Die andere ligt op de grond. De challenge heet... Wattenstaafjes in je neus douwen. Ja, even wachten. Wattenstaafjes in je neus douwen. En probeer het bekertje te laten wegvliegen. Zal dat lukken? Zeker zal dat lukken. En wat gaan we dan doen? We gaan dat doen. Ik moet mijn wattenstaafje in mijn neus douwen. En dan moet ik een beetje ronddraaien in mijn neusgat. Zo, een beetje kriebelen. En dan ga ik niezen. Dat deed ik vroeger ook wel eens, totdat ik ging bloeien en toen had ik hoofdpijn. Maar ik doe mijn zonnebril af en dat zien jullie en mij ook, dat ik een beetje ga huilen. Maar dat maakt jullie niks uit, maar ik ga proberen te nissen. Ik zet jullie even op pauze snel, even wachten. Zo, daar ben ik weer. We gaan hem weer een keer proberen. Hier is hij. We gaan proberen te nissen. Daar gaan we dan, hè? Dat is een succes. De kietelt enorm. Oh, ik ken het zo slecht tegen, hè? Zelfs een neustrimmer in mijn neus vind ik echt niet leuk. Dus dit vind ik ook niet leuk. Dat doe ik alleen voor jullie. Opletten. Deze doet het niet hoor. Godverdomme. Sorry daarvoor. Wat is die dory? Dat was hem, hè? We zagen hem vliegen. Dat was al 3 keer. Ik wil niet weten hoe die tafel die eruit ziet. Nou, ik pek ik. Hoeveel spetters komen uit de regen en nog ineens uit hoor. Ja, dat kan je niet meer staan. Ik zelf niet. Dan gaan we nog een keer hoor. Die is nat. Next. Help. Help. Die ging niet zo ver. Oh. Ja, eigenlijk is het helemaal niet goed zo vaak iets, hè. Slecht voor je longen. En je krijgt er een druipneus van. Oh. En vergeet niet alvast een duimpje omhoog te geven, hè. Stuur hem door, deel hem, maakt niet uit, whatever. Whatever. Het is sowieso perfect dat jullie nu al kijken, ja? Praat wel harder, want ik ben bij mijn vader thuis. En er is niemand, dus ik kan wel harder praten. Nou ja, zo'n nieuwtje. Binnenkort ga ik een Minecraft Survival starten. Ik moet nog even uitvinden hoe het allemaal moet. Ik ga een nieuwe PC kopen of laptop die er wel aan kan. Want deze laptop die kent hij niet aan. Die kan het niet opnemen. Niet zo goed opnemen. Die slaat vast. Dus de volgende keer, ik laat wel zien wanneer het is. Oh, help. Met mijn ogen open proberen, hè, tenissen. Lukt jullie dat? Dan laat dat filmpje maar eens zien dan. Nee, is te nat. Pfff.
Nou, stop ermee, want ik voel me even niet zo goed. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Hey, tot de volgende film, hè. Later!